Yo mensen en welkom op mijn kanaal Infinity NL. Je zult misschien wel denken, dit is geen Call of Duty World War 2, want het staat wel in de titel, dat klopt. Ik ga de hele campaign uploaden, dat is de bedoeling. Alleen in deze eerste aflevering is er iets verkeerd gegaan, waardoor ik dus eigenlijk... waardoor je mijn audio hoort, en dat was hier, dat is in deze serie niet de bedoeling. Ik heb de game helemaal op, dus ik denk ik doe het eventjes op deze manier, even tussendoor. Maar ik heb de game helemaal op de moeilijkste difficulty uitgespeeld. En dat ga ik op YouTube zetten. We beginnen natuurlijk bij de eerste missie, het worden afleveringen van 25 minuten, 30 minuten. De campaign is ongeveer 5 uur, dus ik denk, ja, misschien als ik geluk heb iets van 9, 10 afleveringen of zo, niet meer dan dat. Maar ik wou het graag op YouTube hebben, want ik vond de campaign echt super vet. Ik ga er ook nog een review van maken. En ik ga ook multiplayer content maken. Zombie content moet ik nog wel eventjes bekijken. Maar vinden jullie dit soort content nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog en laat weten in de reacties welke campaign je nog meer wilt zien op dit kanaal. En dan spreek ik jullie de volgende keer weer. Veel plezier met de video en later. This was meant to be. Our first and only vision. Je weet toch wel dat je al een tijdje kan gespeeld. De shotgun die is wel... Die is wel doof hoor. Hey Mike, luister eens even heel goed naar jezelf. Je weet je controls toch nog wel, vriend? What the fuck is dit? Ik kan een serie van maken. Ik
Oh mijn god. We hadden net een checkpoint. Jammer, dus ik heb eigenlijk geen idee waardoor ik me dood ging. No clue. Okay.
Thank you.
Whatever's in those pages is the best kept secret in the world, and the crowds get behind them, and the arse ain't alone. It makes no sense. It's like leaving the crowd in the front porch. The entire German army should be guarding this place. We're not the only ones who want to know what Phoenix is. You're saying Nazis have secrets from Nazis? I'm saying, the ones in charge of are the most dangerous. Yeah, that's why they brought the guns. You shoot them. Ik weet niet of die vriendin meedoet zo, oké? Anders is het alleen jij, ik en Godhun. Oké. Dan doe je mee aan de laatste aflevering. Ja, ja, ik moet nog wel eten. Ik ga om 8 uur denk ik beginnen met hem. Ja. Dit is trouwens Vanguard. Ik weet niet hoe ik mijn dubbel XP moet hebben. Waar ze allemaal zijn, die gekkers. Het is alles met mijn snijpertje. Oh, ik maak progressie. Ik maak te veel progressie. Oh mijn god. Ik heb wel genoeg kogels. Het is wel echt raak hoor. Ja, ik heb veel te veel progressie gemaakt. Laat me even iemand killen alsjeblieft. Ik speel op het moeilijkste niveau, dat snap ik. Maar ik mag toch wel iets doen. Ben je neer? Oh mijn god. Eigenlijk wil ik... Ik wil eigenlijk doorpushen, ja. Ik weet wat objectief is. Dit nog iemand, jij moet ook niet. Oké, dat was een goede move van mij. Je moet niet te veel willen met Vietwin. Dit zijn mijn buddies, hè? Ja, die lopen allemaal dan. Je moet
zeker niet te veel willen, maar ik denk wel als je het doet op de manier waarop het nou dat het niet eens geheel onmogelijk is. Er zullen wel vast en zeker gefrustreerde momenten komen. Dat zijn er nog één. Waar moet ik heen? Ga naar boven. Oh mijn god. Ik ga de snipers erbij pakken. Blijf. Checkpoint, nee. Push je hard. Oh, dat zijn maten. Niet te veel willen. Please, proceed. The Rhineland is absent.
You must be pushed. During the occupation, you saw French soldiers like me carry guns in your suits. Marry your widow. That's what I hear when you speak German. We thrash. Hear those bones? That's us. Thrashing. What an interesting choice it was. I told you already. Get on with it. Thank you.